Ik ben Lizzie, ik ben 16 jaar oud en ik kom uit Warmond. Mijn vorige club was Terlede, waar ik linksback of linkshalf speelde. Dit jaar kom ik voetballen bij het CTO. Op dit moment train ik nog niet mee met de groep, omdat ik op vakantie mijn sleutelbeen heb gebroken. Ik ben hard aan het werken in de sportschool om over een maand weer mijn wedstrijden mee te kunnen spelen. Om zo sterk mogelijk te maken voor als ik straks weer het veld op mag. Over een maand hoop ik weer wedstrijden te mogen spelen en dan kunnen jullie weer een hoop beelden van mij zien. Ik zit op het Kallen Lyceum en zit in 4 MAVO. Mijn sector die ik heb gekozen is economie en maatschappij. Ik heb gekozen voor het CTO omdat ik hier vorig seizoen stage heb gelopen. Ik trainde 2 keer in de week mee, op maandag en op woensdag. Dit seizoen draai ik het volledige programma mee en ik hoop hier nog veel te leren. De belangrijkste personen in mijn carrière zijn mijn ouders. Ze brengen me altijd naar de voetbal en komen vaak bij mijn wedstrijden kijken. Spaghetti vind ik zelf het lekkerst en ook het leukst om voor anderen te koken. Mijn favoriete voetballer is Toni Kroos. Hij speelt ook op linkshalf en geeft vaak mooie steekpaasjes. Mijn favoriete voetbalster is Danielle van der Donk. Zij speelt ook op het middenveld en is snel en behendig. Mijn favoriete voetbalclub is Ajax. Ik ben linksbenig. Ik kan niet kiezen of ik liever aanval of verdedig. Ik heb op mijn positie te maken met allebei en vind het ook allebei heel leuk om te doen. Pasta. Sowieso Messi. Hij heeft prachtige dribbles. De Arena. Ajax is mijn club. Mijn grootste succes is dat ik geselecteerd ben voor het Nederlands elftal onder 14. Daarmee gingen we naar een internationaal toernooi in Duitsland en daar heb ik veel wedstrijden gespeeld. Mijn droom is om via Ajax bij Bayern München te komen. Ook dat ik bij het Nederlands elftal mag spelen. Mijn persoonlijke doel is om zo snel mogelijk fit te worden en fit te blijven. Daarnaast hoop ik uitgenodigd te worden voor Nederland onder 17. Dit seizoen hoop ik kampioen te worden met het team en zo ver mogelijk te komen in de beker. Ook hoop ik dat we het erg gezellig hebben met elkaar.